De Anton de Kom Universiteit van Suriname zal voorlopig geen avondopleidingen verzorgen. Dat zegt de nieuwe voorzitter van het bestuur, Shanti Venetiaan. NPS-parlementariër Ivanildo Plein pleit sinds vorig jaar voor avondopleidingen. Voor mensen die overdag werken en hij ziet graag dat ADEC daarop inspeelt. Venetiaan is zich ervan bewust dat de roep er is, maar wijst erop dat herintroductie van avondopleidingen op de universiteit niet zomaar gaat. Ja, ik heb die roep ook gehoord, maar mijn roep makkelijk. Maar men vergeet wat er allemaal bij komt kijken om dat te realiseren. En verder hadden de avondopleiding in het verleden ook een heel laag rendement. Dus heel weinig mensen slaagden. Dus het is afgebouwd. Maar ik zou zeggen, nu met de COVID-situatie worden er heel veel colleges opgenomen. En dus wie echt een studie wil doen, kan de opgenomen colleges zelf bekijken. Ze vragen wel meer zelfdiscipline, maar tenminste is dat dan beschikbaar. En dan kan je dus in de tijd die je dan beschikbaar hebt, dat alvast beginnen te doen. De tentamen zal je nog wel overdag moeten doen, maar dan neem je een dagje verlof of iets dergelijks. Zoals gewoonlijk zal ook dit jaar worden besnoeid in de begroting van de universiteit door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Venetiaan wijst op het gevaar hiervan. Dus het is altijd passen en meten en een beetje stress over hoe je salarissen vooral gaat betalen. Want die worden dus eigenlijk gewoon voor het overgrote deel dus betaald uit de overheidssubsidie. En dus dat is wat de overheid ons geeft. Het bedrag wat ze geven gaat dus voor 100% naar salarissen. Er blijft bijna niets over om nog andere dingen te doen. Terwijl je investeringen hebt, je moet vervangen, je moet vernieuwen, je wil soms met nieuwe opleidingen beginnen, enzovoort, enzovoort. Je moet nieuwe apparatuur kunnen aanschaffen, ook verbruiksmiddelen zoals chemicaliën en dergelijke. Dus er zijn heel veel kosten. Hoe groot is het personeelsbestand, inclusief de docenten, de wetenschappers die hier werken, mevrouw Venetiaan? Ik denk dat het in de orde is van 700, 800 voltijdse. En dan heb je nog een heleboel deeltijdse. Tot zover Shanti Venetiaan, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Door de coronapandemie verzorgt de universiteit aangepaste opleidingen.